Ja, twee keer basis, twee keer 90 minuten. Viel het mee, viel het tegen qua intensiteit voor jou bedoel ik dan? Ja, op zich viel het wel mee. Ik had geen last van kramp of dat ik niet meer kon. Dus ja, het voelde eigenlijk vrij goed. En het waren wel twee zware wedstrijden. Vooral PSV uit was best wel zwaar, vooral de eerste helft. Stond er best wel veel onder druk. Alleen ja, fysiek gezien was het wel oké. En ik denk dat we best wel goede resultaten hebben gehaald. Vooral PSV uit is 0-0 of 1-1, sorry, is prima. En hopelijk kunnen we zaterdag winnen. En als je dan terugkijkt op je eigen wedstrijden, hoe vind je dat je het al gedaan hebt in die eerste twee potjes? Ja, ik denk degelijk. Ik hoop dat ik wel nog iets bepalender kan zijn aanvallend. Alleen, ja, PSV uit is natuurlijk wel lastig. Tweede helft waren we wel wat beter in de wedstrijd en toen kon ik wel iets meer naar voren. Groningen thuis was het een lastige wedstrijd aanvallend gezien. Ik denk dat we verdedigend op zich goed staan. En ik hoop aanvallend nog iets meer te kunnen brengen. En ja, ik hoop dat morgen dat een goede eerste kans voor is. Ja, je zegt al verdedigend stond het goed. Ja, als iets in de eerste seizoen zo wat minder ging, was dat het wel. Best wel veel tegengoals tegengekregen. Ja, dat is misschien iets wat jij dan van de anderen gehoord moet hebben. Maar is het zo dat daar nu ook veel meer de nadruk op ligt? Want het lijkt wel alsof er ook wat meer op dicht houden achterin wordt gefocust. Ja, we hebben wel op getraind. De eerste week toen ik hier kwam werd het gelijk duidelijk gemaakt dat we vooral verdedigend het eerst goed moeten staan. En ik denk dat we dat wel doen. We geven weinig echt grote kansen weg. Tegen Groningen niet en tegen PSV niet. Dus ja, dat staat goed. En ja, nu moeten we eigenlijk proberen om aanvallend wat meer te brengen. Dus ik denk dat we deze tijd ook gaan benutten om aanvallend wat meer te kunnen brengen. En daar proberen we ook aan te trainen. Maar verdedigend staat het op dit moment oké. Okay. Jij refereert al eventjes naar die wedstrijd van morgenavond. Sparta, kijkend naar de ranglijst. Dit is wel een potje, denk ik. Hoe leeft deze dan bijvoorbeeld ten opzichte van vorige week PSV? Nou ja, bij PSV uitwezen dat het moeilijk wordt. En eigenlijk is dan een punt is natuurlijk al meegenomen. Alleen morgen ja, moeten we gewoon 3 punten halen. En 1 punt is eigenlijk niet genoeg. Dus ja, we gaan gewoon voor de winst. En ik denk dat we thuis ook moeten laten zien wat we kunnen. En druk naar voren kunnen zetten. En ja, eigenlijk 3 punten hier moeten houden. Ja, zijn dit ook, mag je zo zeggen dat dit wedstrijden zijn waarin jullie het verschil moeten maken om niet naar onder te hoeven kijken verder? Ja, denk ik wel. We moeten gewoon eigenlijk 3 punten pakken morgen en zijn verplicht naar onszelf en naar de fans. En ik denk ook dat we het kunnen. En inderdaad, als je morgen wint, dan kan je weer naar boven kijken. En anders moet je weer naar beneden kijken. Dus we moeten winnen morgen. Ja, Sparta kan ook niet op een hele geweldige laatste reeks terugkijken. Heb je al een beetje een indruk van die ploeg? Ja, ik heb wel een beetje een indruk van die ploeg. Ik ken natuurlijk Patrick Joosten, die is erheen gegaan, die komt van Utrecht. Dus ja, ik heb wel een indruk van hem, maar ik zal hem vanavond nog even bellen. Kijken of hij wat loslaat. Ja, wat ga jij dan tegen hem zeggen? Ik ga heel weinig zeggen, maar ik denk hij eigenlijk ook.